Daan Hoelen, weer zilver. Ja, jammer. Ik denk dat de verdiende winnaar vandaag. Ik denk dat Jos was de snelste. En eerlijk parcours, dus ja, hij heeft gewoon harder gereden. Ja, is die conclusie dan echt zo simpel? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik had een goede dag. Ik voelde me goed. En eigenlijk ging alles goed. Misschien de bochten denk ik dat ik altijd iets sneller kan nemen. Maar ja, dat hoort ook een beetje bij dat je dat moet kunnen, zeg maar. Dus al met al goede tijden gereden, maar niet de snelste vandaag. Zondag volgt de wegwedstrijd. Ja. Vorig jaar heb je daar natuurlijk een glansrol vervuld. Ja. Hoe gaat het deze zondag zijn? Ja, altijd een lastige wedstrijd natuurlijk. Ik rijd me eentje, dus wordt even afwachten. Zwaarder parcours dit jaar, denk ik. Zeker die aanlooprondes, echt wel zwaar. En dan met Mathieu natuurlijk, de topfavoriet. Dus ik denk dat het wel een mooie koers wordt. Ik had vorige week verkend met Marijn van den Berg. En het is echt wel een mooi parcours. En ik denk gewoon echt een open wedstrijd. Het finale rondje ook veel draai en keer. Dus je bent ook snel uit zicht, zeg maar. Dus ik denk, een zware wedstrijd. En ik denk wel een mooie winnaar. Richting dat NK wordt een beetje gesproken over drie blokken. Het sprintblok, het jumboblok en de vrijbuiters, als in jullie. Ja. Is er al een appgroep? Nee, dat nog niet. Maar op zich, vorig jaar deden we dat heel goed. Zeg maar, de andere gasten dan Jumbo, die werkten best wel een beetje samen. En konden echt wel een mooie koers rijden. Jammer dat er dan nog eentje van Jumbo wordt. Maar ja, ik denk, dit jaar zijn natuurlijk best wel een paar gasten weggegaan bij Jumbo. Die, zoals Pascal of Mike Teunissen. Dus ik denk wel dat er meer open koers wordt. En dat het echt voor Jumbo lastig wordt te controleren, eerlijk gezegd. Ja, dat is ook wat ik veel hoor. Wat voor koersverloop verwacht jij zelf? Ik denk dat er gewoon hard gekoerst wordt op dat eerste gedeelte. En dat het dan misschien een iets kleinere groep overblijft. En dat het daar finale rijden wordt op het plaatselijke rondje. Dat er dan of een groep of 30, 20 man gaat sprinten of een klein groepje. En het zou ook zomaar kunnen dat Mathieu solo aankomt. Dat kan ook altijd. Kan er een sprinter winnen? Ik denk het wel. Ja, Olaf is super sterk. Ook op dit soort koers of parcours. Ik denk dat hij dat best wel aan kan. Dus ik weet niet of ze echt alles voor hem op hem gaan gokken, maar hij is ook een van de favorieten, zeker. Eén naam is topfavoriet? Mathieu van der Poel. Dankjewel.